Vandaag gaan we eens een kijkje nemen in mijn prepkast. Het is niet heel uitgebreid. Er zijn vast andere preppers die veel en veel meer hebben. Maar, kijk eens even aan. We hebben ook een klein lichtje. Het is mijn klein lichtje. Hier zijn mijn twee tasjes. Dat zijn twee heuptasjes. Dat is samen één bob, oftewel bug-out bag. Die kan ik aan mijn heupen hangen, omdat ik aan mijn rug niks kan velen. Dan kom ik namelijk echt niet ver. Hieronder, daar heb ik allemaal water. Ik ga het niet allemaal optillen, if you don't mind. Spiritusbrander. En hier wat vetwood. Daarachter liggen een stapel aanmaakblokjes. En dan heb ik hier een radiootje opwindbaar. Altijd leuk. Dat is een diepe plank. Er staan echt eindeloos veel potjes, dingetjes en troepjes op. Hier nog allemaal zaden en pitjes. Andere dingetjes. Wat elektrische apparatuur die eigenlijk in de keuken hoort. Maar ja goed, daar zal je maar geen ruimte voor hebben. Dat is een tas die ik aan mijn vriend zijn rug ga hangen. Want die kan veel meer mee zeulen dan ik. Hier hebben we nog een lading gedroogde maaltijden. Dus dat is lekker makkelijk. Ik heb zelf op een ander een paar reservekrukken. Je zal het maar nodig hebben. En medicijnen voor eigen gebruik. Scheepsbeschuiten, oftewel hardkeks. Nog gedroogde spulletjes die ik zelf heb gemaakt. Maar ook blikken met vlees. Want we hebben hier bijvoorbeeld ballen gehakt in jus. Uit januari 2018. En oh, er staan hier achter staan nog een stel grotere blikken met gecondenseerde melk. Altijd handig. Nou. Dat is dus mijn prepkast. Maar dat is niet alles. Ik zal je de rest ook nog laten zien. Omdat preppen wat mij betreft niet alleen maar gaat over eten inslaan en hoeveelheden water in huis hebben, heb ik dus ook hier een oude Singer handnaaimachine. Die loopt als een zonnetje. Een bakje gereedschap. Hier heb ik wat boeken. Dat zijn gewoon romans. Want op het moment dat er geen stroom meer is, dan wil ik misschien niet al mijn stroom spenderen aan mijn Kobo. Hier kookboeken. En hier nog een paar handige boekjes. Met over tuinieren bijvoorbeeld. En hier ook nog het boek van Michiel Hegener. Leven op herhaling. Die heb ik van hem gekregen. En die moet ik echt nog gaan lezen. Ik kom er niet aan toe. Maar van de zomer wel. En oliestelletjes natuurlijk. Dan heb ik nog mijn zaailingen voor de moestuin. Ik heb hier bijvoorbeeld Mount Vesuvius bewaartomaten. Dat zijn hele leuke tomaatjes. Niet zo heel erg groot. Maar met een hard taai schilletje. En als die tomaten rijp zijn en je legt ze netjes weg op een beetje koele plek, dan kun je ze nog tot ergens in januari, februari schijnen ze nog te kunnen eten. De moeite waard. Een echte preptomaat. Nou, dan heb ik hier nou, allemaal diverse dingetjes, maar ook canna. Dat heeft dus niks met marihuana of zo te maken. Het is een plant. Wordt vrij groot. Echt een soort bosje. En hartstikke eetbaar, de blaadjes dan. Dit zou op zich al eetbaar zijn. Hier een courgette. Augurkjes. Absint alsem. Maar de luva die wil niet opkomen. Hier heb ik boerenwormkruid. Nou, er is er eentje met moeite opgekomen. Niet erg enthousiast moet ik zeggen. Nou ja, en hier wat nog tomatenplantjes. Keur de buff. En spruitjes heb ik hier. Augurk.
En die lange sprieten hier, dat is wel leuk. Dat is de Lap-Lap. En die heb ik van Arjan Hans Melger uit Roemenië toegestuurd gekregen. Daar word ik nou gelukkig van. En hier, dit, deze lange pierlala's, dat is kousband. Dat is toch leuk? Stel je voor dat dat lukt, dat ik op een gegeven moment een soort spersiebonen van bijna een meter lang in mijn tuin heb groeien. Daar word ik blij van. En ik heb ABC-kruid, maar een beetje, maar ik ga nog bijzaaien. Dat ook wel genoemd champagneblad. Dat heeft een heel leuk effect als je op zo'n bloemknopje gaat kauwen. Dan krijg je een enorme speekselvloed. En je tong gaat een beetje tintelen en daarna is je mond ongeveer, nou ja, een paar minuutjes, twee, drie minuutjes, een beetje verdoofd. Hier heb ik mijn zelfgedroogde, vergis je niet, dit is een baksteen om mijn vensterbankplank omhoog te houden. Dit zijn papierbriks. Die heb ik dus gemaakt met een papierbrikpers. Die kun je online kopen, niet echt heel erg duur. Voor ongeveer 25 euro ben je klaar, geloof ik. Zo'n blok zou ongeveer 2 uur moeten branden. Dus dat ga ik uitproberen zodra ik op de camping zit. Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gemaakt van oude kranten en oude eierdozen. Daar is mijn hondje. En wat heb ik nog meer? Oh, mijn andere kastje natuurlijk. Ja, ik ben ondertussen nog aan het opruimen. Maar hier hebben we nog kippensoep. En heb ik op een geheime plek op de camping heb ik nog meer kippensoep staan. Ballen gehakt in jus. Dit is lekker. Dit zijn stukjes meloenschil. Geschilde meloenschil. Dus het groen is eraf en daarna in een lekker kruidig sapje. Dit is potjesworst. En dit is, nou, jaren 70 pasta saus. Saus voor over de pasta. En hier heb ik nog wat lege potten. Waar ik weer van alles en nog wat in kan wekken en inmaken. Nou, en zo zijn we dus lekker bezig. En daar natuurlijk een olielamp. En die doet het echt. Er zit ook olie in. En dat vind ik nou eens een keertje handig. Mocht het licht uitvallen, dan ga ik nog vrolijk door. Dan heb ik licht. Doei!